Suriname moet duurzaam worden ontwikkeld zonder alleen de focus te leggen op maar één sector. Dit zegt Hubert Rampersad, auteur van het boek Eco Design Thinking. Dat gaat over het duurzaam ontwikkelen van Suriname op elk gebied. Rampersad is van mening dat stabilisering van de wisselkoers samengaat met bevordering van de productiesector. Het oprichten van productiebedrijven is een goede stap in de juiste richting, want Suriname zal haar export moeten bevorderen en daarmee zorgen voor een gezonde deviezenstroom voor de economie, zo meent Rampersad. Op alle sectoren is dit boek van toepassing in Suriname. In de politiek, dat men slimmer, maar ook empathischer naar de bevolking toe gaat werken, meer vertrouwen creëren. Dit boek gaat ook over een personal brand. Als je als leider niet goed omgaat met het volk, dan creëer je geen respect en vertrouwen. Als je belazert en liegt en bedriegt, dan is dat niet duurzaam, is tijdelijk van aard. Dus dat is van toepassing in alle sectoren in Suriname, beginnende bij de politiek, top, leiderschap dus, ethisch leiderschap. Visionair leiderschap. Maar leiders moeten een visie hebben waar we naar Suriname moeten gaan over 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar. We zijn nu alleen maar gefocust op lenen, we zijn alleen maar gefocust op denken dat die olieinkomsten veel zullen zijn. Maar in 15 jaar zal je zien dat olieinkomsten, de oliebronnen, de waarde lager is. De auteur stelt dat voor verandering van jongs af aan een aanpassing in het onderwijs zal moeten komen. Belangrijk is dat ook jonge Surinamers beseffen wat bevordering van elke sector bijdraagt aan de ontwikkeling van ons land.